Zegt jouw DNA iets over je ras? Dit is de Universiteit van Nederland. Zegt DNA iets over jouw ras? Om deze vraag te beantwoorden wil ik u meenemen naar de wonderenwereld van de forensische genetica. En ik wil dat doen als antropoloog van de wetenschap. Dat wil zeggen als iemand die onderzoekt wat wetenschappers doen als ze wetenschappelijke kennis produceren. En zich verwondert over de manier waarop feiten geproduceerd worden over de werkelijkheid. Feiten bijvoorbeeld over ras. Neem nou dit plaatje. Wat u hier ziet is geen foto. Dit is een compositie van een gezicht. Een gezicht van een onbekende verdachte. Iemand die verdacht wordt van een dubbele moord, een moeder en haar dochter, in South Carolina in de Verenigde Staten. En omdat er niets van deze verdachte bekend is dan zijn DNA, werd de vraag gesteld, kun je op basis van DNA iets zeggen over de identiteit van de verdachte? Kun je iets zeggen over het uiterlijk van die persoon? En dit was wat het bedrijf Parabon Snapshot ervan maakte. Dit voorbeeld is een voorbeeld van DNA-fenotypering. Deze technologie die is daar beloofd ons een plaatje te geven, een foto te geven van een onbekende verdachte op basis van het DNA. Maar wat deze technologie doet, is niet zozeer iets zeggen over de identiteit van de individuele verdachte, maar iets over de identiteit van een verdachte populatie. Laten we eens kijken hoe dit dan hier gebeurt. Neem je die markers bij elkaar, dan leveren ze nauwelijks eigenlijk een beeld van een individu. Ze wijzen op een grote groep van mannen die binnen deze categorie zou kunnen vallen. Maar de vraag is dan, hoe komt het bedrijf aan dat plaatje? Het lijkt toch heel realistisch. Het bedrijf doet dat door in haar fotodatabank te duiken. Want daarin zijn een verzameling data van mannen die niet alleen een genetisch profiel in die databank hebben, maar ook een foto. En van die mannen waarvan het genetisch profiel ook wijst in de richting van West-Afrika, die worden eruit gehaald en van hun foto's wordt dan een gemiddelde genomen. En dat is het plaatje wat u daar ziet. Wat het gezicht eigenlijk doet, is omdat het een gemiddelde is van zogenoemde West-Afrikaanse individuen, levert het allerlei stereotyperingen, waardoor die verdachte populatie die gecreëerd wordt door genetische informatie, geracialiseerd wordt. Dus wat we hier zien is niet een identiteit van een individu, maar een identiteit van een geracialiseerde populatie. Je moet zich realiseren, West-Afrika, dat is ongeveer zo groot als Europa. En dit is hier het beeld van iemand die uit West-Afrika komt. En waarom is dat een stereotypering? Want het DNA vertelt ons niets over de gezichtsvorm. DNA vertelt ons ook niets over de lippen. Het vertelt ons niets over de breedte van de neus, niets over de haarstructuur en over de haardracht, bijvoorbeeld. Nou, hoewel deze technologie ons belooft dat we weg aan het bewegen zijn van zeg schetsen van een onbekende verdachte of van hele vage fotomateriaal, levert ons eigenlijk niet zoveel meer op dan een soort van racialisering van de identiteit van een onbekende verdachte. Het zadelt ons op met het probleem van ras. En dat is eigenlijk een interessante puzzel. Want was het niet zo dat de genetica de afgelopen decennia herhaaldelijk bewijs heeft geleverd voor het niet bestaan van ras? Dat menselijke kaart, menselijke genetische kaart, zou je kunnen zeggen, is een monument van onze gemeenschappelijkheden in het DNA. Ik wil u eventjes terugnemen naar een moment in juni 2000 waar de ruwe versie van die menselijke kaart aan ons werd gepresenteerd. I believe one of the great truths to emerge from this triumphant expedition inside the human genome is that in genetic terms all human beings regardless of race are more than 99.9% the same. Voormalig president Clinton, man van, zou ik zeggen. 99.9% the same. 99%. En waar denkt u dat alle onderzoeksgelden naartoe gaan op dit moment? Waar alle inspanning op gericht is? 0,1% verschil. En waarom? Omdat het verschil eenvoudigweg veel informatiever is.
En dat is de reden waarom heel veel genetici de vraag stellen, hoe kan het dat de ene persoon die een bepaald gen draagt, niet ziek wordt, terwijl een andere persoon daar juist wel ziek van wordt? En welke genetische markers bijvoorbeeld heb ik nodig om een betrouwbaar DNA-profiel op te stellen van een verdachte? En dat zijn allemaal hele belangrijke vragen. Tegelijkertijd is het precies door de enorme verspreiding van genetische kennis in de samenleving, het belang van genetische kennis in de samenleving en deze aandacht van het verschil, dat we, hoe we het wenden of keren, nu weer opnieuw met het probleem van ras te maken hebben. En eigenlijk is ras terug van nooit weg geweest. Ras is afwezig geweest, bijvoorbeeld in de taal. Het is een taboe om ras, überhaupt het woord ras te gebruiken. Maar ras is aanwezig in heel veel praktijken, gesedimenteerde praktijken, waar de geschiedenis als het ware in doorwerkt. We komen het tegen in onze onderzoekscentra, maar ook in datasets, in protocollen die gebruikt worden op dagelijkse basis. Die staat van ras, van afwezige, heeft er misschien ook toe geleid dat ras bijna geruisloos in onze wetboek voor strafvordering terecht is gekomen. Want kijk eens hier naar wat er is gebeurd in 2003. Dit is de herziening op de DNA-wetgeving die in 1994 tot stand kwam. En in die herziening werd het mogelijk om DNA-onderzoek te gebruiken om de identiteit te achterhalen van de onbekende verdachte. Daarbij kon gezocht worden naar het geslacht van de persoon, naar het ras van de persoon en andere persoonskenmerken. Het ras van een persoon. Maar wat bedoelt de wetgever dan met ras in deze? En was het niet zo dat de genetica zei dat ras niet bestond? Maar vanwaar die wetgeving? De simpele vraag is de Marianne Vaatstra-zaak. Wellicht bekend bij u hier, 1999, Marianne Vaatstra gaat uit met haar vrienden, het is Koninginnennacht. Zij vertrekt van Kollum, in Noord-Friesland is het gebeurd, van Kollum op haar fiets naar huis, komt nooit aan. De volgende dag wordt haar lichaam gevonden in een weiland. Zij is vermoord, verkracht en geen spoor van de verdachte. In dat onderzoek, in de Marianne Vaatstra-onderzoek, is werkelijk van alles van stal gehaald om mensen die verdacht waren in te sluiten of uit te sluiten. Maar iedereen kon uitgesloten worden. Een jaar later, in 2000, wordt in het forensisch laboratorium, DNA-laboratorium in Leiden, onderzoek gedaan op het Y-chromosoom van de onbekende verdachte. Er wordt op zoek gegaan naar de geografische afstamming van die onbekende verdachte. Te meer omdat de moord, het misdrijf, vond plaats niet ver weg van een asielzoekerscentrum. Dus heel veel mensen in Friesland dachten dat de verdachte waarschijnlijk, niet alleen in Friesland, die dachten dat de verdachte waarschijnlijk daar te zoeken viel. Op basis van het Y-chromosoom kwam het laboratorium tot de conclusie dat het Y-chromosoom heel zeldzaam is in het Midden-Oosten, waar de bewoners van het asielzoekerscentrum vandaan kwamen, en juist veel vaker voorkomt in Noordwest-Europa en in Nederland. Nou, interessant genoeg werd in de media dat gegeven, profiel is Noordwest-Europeaans, vertaald in dader is een blanke man. En dat dat problematisch is, zal ik later op terugkomen. Nou, dat onderzoek dat in 2000 gedaan werd in het lab, was verboden bij wet. Het werd ook ontoegankelijk vertaald door de rechter. Maar het heeft wel de gemoederen doen sussen in het noorden van Nederland. Dat onderzoek liet wel zien wat de genetica vermocht. En heeft daarom de wetgever aan het werk gezet. Zou je kunnen zeggen, vandaar die wetgeving van 2003. Maar er valt nog iets anders te leren uit dat onderzoek. Het resultaat in 2000 zei, verdachte is een Noordwest-Europese man. Waarschijnlijk een witte man. Dat heeft niet echt de zaak verder geholpen. Waarom? Omdat het eenvoudigweg een te grote groep verdachten is. Noordwest-Europees in de Nederlandse context. Dus dat betekent dat de les die we moeten leren uit deze technologie, dat die het beste werkt wanneer het leidt in de richting van een minderheid. Dan helpt het rechercheerwerk van de politie. Anders is het eenvoudigweg te algemeen. En de oplossing van de zaak was te danken aan weer een andere genetische technologie, een andere DNA-technologie, namelijk het verwantschapsonderzoek. Die werd mogelijk in 2012. En ik wil u even een moment laten zien waar die technologie aan de orde was.
Het gaat om de groep die op 1 mei 1999, het moment van het delict, in een straal van ongeveer 5 kilometer rond de plaats van het delict woonde. Mannen tussen de 16 en de 60 jaar. Iedereen, of je nou groen, geel, blank of bruin bent, het maakt allemaal niet uit. Al die mannen wordt gevraagd om mee te werken in de hoop uiteindelijk de zaak op te lossen. Dit soort aantallen, 8080 mannen die gevraagd wordt mee te werken, dat is bij ons weten niet eerder voorgekomen in de wereld. Inderdaad, wij zijn koplopers waar het gaat over DNA-onderzoek. En inmiddels weten we ook dat de dader Jasper S. ook deel heeft genomen aan dit onderzoek. Onder die 8000 mannen te vinden was. En dat hij zo dus tegen de lamp liep. Maar er is iets anders belangrijk in de uitspraak van de burgemeester, waar ik even de aandacht op wil vestigen. De burgemeester zei daar: maakt niet uit of je groen, geel, bruin of wit was. Iedereen werd uitgenodigd voor het DNA-onderzoek. Iedereen heeft die brief gekregen. Daarin reageert de burgemeester op een uitspraak, een conclusie die getrokken is in 2000 op basis van het eichromosoom, waarin gezegd werd dat een Noordwest-Europees eichromosoom de dader is waarschijnlijk een witte man. Dat dat niet altijd het geval hoeft te zijn, wou ik laten zien aan de hand van een casus van Mark. Mark is een jonge Londener die mee heeft gedaan aan een project van de BBC, een project dat tot de documentaire heeft geleid Motherland, A Genetic Journey. En Mark was geïnteresseerd in zijn geografische afstamming en in zijn voorouders. En hij was ervan overtuigd dat die te vinden zouden zijn in Centraal-Afrika. Hij heeft onderzoek laten doen, zijn eigen chromosomaal onderzoek is gedaan. En toen hij de resultaten kreeg, was hij behoorlijk gechoqueerd. Want wat bleek? Zijn eigen chromosoom bleek een Noordwest-Europees eigen chromosoom te zijn. Dus dat betekent dat al deze witte mannen hier mijn broers zijn, reageerde hij. De geneticus heeft hem uitgelegd dat het in de koloniale periode heel veel mannen kinderen hebben verwekt bij vrouwen over de hele wereld. En dat ze op die manier hun eigen chromosoom door hebben gegeven. En dat het dus niet verrassend is dat een Noordwest-Europees eigen chromosoom bij een zwart iemand gevonden wordt. Het is dus problematisch om de conclusies te trekken als Noordwest-eichromosoom, daarom een witte huid. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van onze geschiedenis. Of het nu gaat over ziektes, over oplossen van criminaliteit of over onze geografische afstamming, de genetica heeft daar iets over te zeggen. Dat betekent dat de genetica ook allang de muren van de laboratoria heeft verlaten en onderdeel speelt hier in onze samenleving. Dat redeneert meer om ons veel meer en veel beter te verhouden tot de genetica. En niet om het af te serveren, want daarvoor is het belangrijk. We hebben de genetica nodig. Maar om ons te realiseren, wat voor verschillen maakt de genetica nou van ons? Hoe en wat voor identiteiten levert dat op? En in het bijzonder als het gaat over vraagstukken over ras. We worden hier uitgenodigd om verschillen te zien, te herkennen. Het lijkt alsof we dat doen op basis van het gezicht. Maar we zien ook dat het gezicht niet alleen komt. Er zijn heel veel andere dingen in het plaatje aan de hand. Kijkt u eens naar de kleding, naar de haardracht, naar sieraden, naar tattoos. Die culturele elementen, culturele markers, zijn onderdeel van de klassificatietechnieken die wij uitgenodigd worden te ontwikkelen. En dat is niet heel ver weg van wat we aan het begin hebben gezien met Parabon. Ook daar zien we hoe genetische resultaten gemixt worden met allerlei stereotyperingen, zoals ik u aan het begin heb laten zien, en hoe die stereotyperingen, culturele typeringen, gemixt worden met genetische data. Wat zegt jouw DNA over jouw ras? Het mogen duidelijk zijn dat DNA onderdeel is van het maken, bijdraagt aan het maken van verschil tussen ons. Maar DNA komt nooit alleen. DNA is altijd vergezeld met allerlei andere culturele factoren, culturele markers. En ras? Nou, ook dat ras laat zich niet reduceren tot een biologische categorie, tot een gen of een hersenstructuur. Het is een wild en rommelig object dat maar heel moeilijk te temmen is. En waar we ons, of we het willen of niet, toe moeten zien te verhouden. En daartoe wil ik u uitnodigen.